Gaat u weer. Ja. Welkom bij weer een nieuwe video van Doe Dat Nou Niet. In deze video laat ik je zien wat je vooral niet moet doen bij het gebruiken van een handhei. Met de handhei gaat het in de grond slaan van de palen door zijn zware gewicht en een stuk gemakkelijker. En kost het je minder energie. Heel handig natuurlijk. Maar je moet niet te hard op de handhei slaan, want daarmee kan je de kop van de paal beschadigen. Probeer daarom altijd voorzichtig en met voldoende druk te slaan. Een extra tip. Je kan een klosje op de paal leggen. En daarop de handhei gebruiken. Zo voorkom je dat de paal kapot slaat. Houd de handhei ook goed recht, anders beschadigen de hoeken van de paal aan de onderzijde van de handhei. En als je een korte paal hebt, kan je de handhei eventueel andersom gebruiken. Dus zorg bij het gebruik van een handhei dat je niet te hard slaat en dat je een klosje gebruikt.